Yo, Nintendopia-fans! Jullie zeggen allemaal tegen mij dat ik naar New Neonium moet gaan. Een soort van New York-achtige plek volgens mij. Dus ik luister gewoon naar jullie. Let's go! Wow, oké. Dit ziet er super fancy uit en Mr. Mimepy is ook hier. Oh, wat een mooie stad. Mr. Mimepy die staat al ongeduldig te wachten op ons. Keer onmiddellijk om. Het is hier heel gevaarlijk. Ja, net alsof jij de grote man bent die alle problemen van de wereld wel zou oplossen. Jij doet 1 HP damage altijd. Dit is New Neonia, stad van nachtmerries. Maak dat je wegkomt voor het te laat is. En ik vraag, ja, waarom? Nou, omdat hier de ergste monsters wonen, zegt Mr. Mimepy. De gemeenste creaties van de duisterde vorst. Hij kon ze niet onder controle houden en heeft ze hier achtergelaten. Oh, dat klinkt wel Link, ja. Mr. Mimepy zegt, ga nou maar gewoon lekker naar huis. En ik vraag aan Mr. Mimepy, ja, maar dude, wat ben jij dan hier aan het doen? Hij heeft hier werk gevonden. Hij moet ervoor zorgen dat hulpeloze reizigers hier niet gaan ronddwalen. Nou, mooi baantje wel. Ik ben benieuwd hoeveel je betaald krijgt. Tientje, 50 euro? Nou, bedankt Mr. Mimepy, maar ik ga gewoon lekker chillen hier, man. We kunnen naar zone 1, zone 2, zone 5, 6. Nou, 3 en 4 zullen dan wel... Oh, 3 en 7 en dan 4 en 8. Ik denk dat dat verschillende niveaus zijn. Hey, ik begin gewoon bij 1-tie. Zone 1-tie. Let's go. Met mijn mooie epische bloemen outfit. Waar is het fout gegaan? Waar zijn wij Rikka Bloem geworden? Ik was eerst een epische ridder en nu ben ik een bloem. Wel lekker muziek hier. Lekker man, lekker. Nou, ik ben weer met KK Slider, ik ben met Red en ik ben met Zucker. Die heb ik lekker meegenomen hier naartoe. En natuurlijk met Eponaatje. We gaan eens kijken wat hier allemaal gebeurt, jongen. Zucker en KK lopen hier rond en KK zegt die neonlichten zijn schreeuw lelijk. Ja, hij is vampier. Hij houdt alleen van duisternis natuurlijk. Je kunt het gevaar in deze stad bijna ruiken. Oh, een vampier die helpt. Zucker die zegt, nee joh, val wel mee man. Ik ben er om je op te passen, dus doe maar niet zo moeilijk joh. Maak je geen zorgen. Nou, ik ben benieuwd wat voor enemies hier allemaal zitten. De ergste van de ergste monsters schijnen hier te zijn. Ik heb nog geen monster tea gevonden. Ik ben alleen maar lekker hier chill aan het lopen. Waar zijn dan die monster tea's, joh? Ik zie hier een kissie. 3 game tickets erin. Lekker. Nou, tot nu toe vind ik dat nog niet zo heel eng, als ik heel eerlijk ben. Oh, hier zijn monster tea's. Wat voor enge monster. Oké. We zien een soort van oude retro Game Boy of zo. En een troll. Ik ga natuurlijk KK even beschermen. Ik ga mezelf en ik ga Red eventjes laten hyperen. En dan gaan we zien wat we kunnen doen tegen deze makkers. Baparapapa. Maak ze kapot, jongen. Maak ze kapot, Rikka Bloem. Let's go. Oké, ze leven nog. KK leeft ook nog. Oh, nee. Niet allemaal KK gaan slaan, jongen. KK doet zijn nieuwe vaardigheid. Hij gaat even bloed zuigen. Raaah, lekker. Maar ja, dat doet maar 7 HP damage. Dus dat is niet heel veel. Let's go! Pak ze! Zucker, waarom doe je geen trucje? Volgens mij zijn dit toch wel sterke monstertjes, hoor. Dus even kijken. Ja, ze gaan niet kapot, hoor, deze gekken. Ik ga eens naar de status van de tegenstanders kijken. Want, Oké, de troll is bijna dood. De retroconsole ook. Oké, dit gaat goed komen. Let's go. Let's go. Pak ze! Oh, die KK Slider is ook wel een soort van schattig of zo. Lekker gedaan, sukkertje. Jongen, we moeten aanvallen. Niet verdedigen. Red, wat doe je nou? Ja, ik moet ook eigenlijk iedereen gewoon healen. Dat is eigenlijk mijn taak. Ik kan beter gaan healen dan aanvallen af en toe, denk ik. Maar maakt niet uit. We hebben gewonnen. Oké, ja, dit zijn wel zware heavy tegenstanders. Moet ik eerlijk toegeven. KK Slider is level 23. Hetzelfde level als Sukker trouwens. Maar ja, we moeten gewoon allerlei kleding en wapentjes fixen voor KK nog steeds. Dan wordt die ook een beetje goed. En we moeten natuurlijk de veeën ontgrendelen, maar... Nogmaals, die krijg je volgens mij pas als je level 35 bent, toch? Wie kan de beste omschrijving droppen in de comments hoe ik de elfenklasse kan krijgen? Ik zei net de veeënklasse, maar volgens mij moet het een elfenklasse zijn. Sommige mensen zeggen dat het namelijk in het reisrijk gebeurt. En andere mensen zeggen weer dat ik ergens naartoe moet reizen. En nu weet ik het gewoon niet meer, jongens. Wat moet ik doen om de elfenklasse te fixen? Ik ga eens even mijn orkanenaanval doen. Eens even kijken. Bah, oké, orkanenaanval is chill. Hoppakee, KK gaat ze lekker bevriezen. Oké, ik word in mijn bil geprikt weer eens door Zucker. Die vindt het altijd leuk om mij in mijn bil te prikken. Ja, dat is niet oké, jongen. Ik ga nog een keer orkaan op zijn bakkers doen. Lekker 151 damage. Pak hem, Zucker. Oh. Ik bedoel, KK, die wordt gewoon... Wat gebeurt er met KK? Hij durft er niet aan te vallen of zo. Red, kom eens aanvallen. Lekker bezig, Red. In zijn rug. Hoppakee. Zijn we dan nu bij de herberg? We zijn nu bij de herberg. Ik ben benieuwd wat dit eigenlijk allemaal is, jongen. Ik heb toren 1 nu gedaan en dan. En nu heb ik... Of gebied 1 heb ik nu opgelost. En dan? Dan wordt iedereen beter en matties met elkaar. En ook Kale Toad en Steve. KK Slider heeft een mooie pruik opgedaan. Prachtig. Hij wilde even indruk maken op Epona. Mooi.
KK wil nieuwe kleren. Er gaan maar 4 puntjes bij, dus dat is niet heel veel. Nou, oké. Ja, weet je, we moeten hem levelen. En dat doen we ook op deze manier. En we moeten natuurlijk ook iedereen weer eventjes lekker eten geven. Wie heeft er zin in ruimtevoedsel? HP en afweer gaan ervan omhoog. Lekker, hè, Zucker? Ik heb hier ook robosap. Is misschien wel wat voor Red. Oh, ik ga hier nog even de helderspeer fixen, want bijna alles is geel. Ja, dat is super chill. Bijna een gratis nieuw wapentje. Ideaal. Dat is best wel een duur wapentje. En die is van Zucker. Kijk eens. Zijn aanval gaat met 8 omhoog. En zijn magie zelfs met 11. Ja, dit is super chill. Eigenlijk moet je gewoon na elke ronde even kijken of dat spel, zeg maar, of je daar veel kansen mee maakt om een nieuw wapen te fixen. Oké, maar nou, oh ja, ik ben in gebied 1 en we gaan nu, zeg maar, naar het volgende stukje toe. Ja, dit wordt nog wel een klus, denk ik, hoor, om deze helemaal uit te spelen. KK, die heeft een lekker flessie. Ga maar even drinken, jongen. Je bent vampier. Jij kan toch overal tegen, jongen? Ja, lekker, hè? Hij had er alleen geen donder aan, want het herstelde zijn HP, maar... Ja, zijn HP was nog vol. Vooruit met de geit, roep ik. Maar ik weet niet, we zitten op een paard, hoor. Het is een paard, geen geit, Rikka Bloem. Oh, wacht even. Dit is serieuze business. Schildje voor KK. En de rest lekker in hypermodus, denk ik. Ja, tegen 2 gitaarvirtuozen en een troll. Dit wordt wel een ding. Ik denk dat ik eigenlijk gewoon mijn betere teams hier naartoe mee moet nemen. Dus in ieder geval 2 ondersteunende karakters die het beste vrienden zijn. Want dit wordt lastig, denk ik. Dus ik neem dan mezelf mee. En KK Slider en dan 2 die goede matties zijn met elkaar. Ik denk dat we dat wel nodig hebben. Want deze enemies, die zijn serieus, jongen. Die maken geen grap, deze enemies. Lekker bezig, KK. Hoppakee. Gitaarvirtuoos is kapot. Ja, de andere gitaarvirtuoos is ook kapot. Dan moeten we alleen de trom nog even nakken. Oh, nice. Oké, hypermodus blijft super relaxed. KK Slider gaat nu naar leveltje 24. Ik ben hem gewoon het hardst aan het levelen van iedereen. Even kistje openmaken. MP Snoopy hebben we helemaal geen bal aan. En de volgende battle. Oké, dit ziet eruit als een iets makkelijkere battle. Gaan we even alleen Red laten hyperen. Pak ze, Red. Ik mag lekker gebruik maken van Epona. Beam. Nou, de rock virtuoos die wordt keihard genakt. Zucker gaat lekker even een banaan vreten. 40 HP erbij, daar heb je toch geen bal aan, joh. Lentebriesje! Ja, ik kan beter gewoon de orkaan doen, denk ik. Oh, jongens. KK gaat ook even een banaantje eten. Hebben jullie opeens allemaal trek in bananen of zo? Ik vind echt overal bananen. Het is niet te geloven. Deze game heeft echt overal bananen verstopt. Wat? Zelfs in mijn shirt zit een banaan. Overal bananen. Hou die bananen bij je. Het is niet te geloven, jongens. Het is niet te geloven. Nou, laten we gewoon even de troll kapot maken. Hey, ik heb weer post gekregen van Boetje. Uitjesbonnen, dankjewel. En we hebben 1800 mensen gered. Ik ben benieuwd of er nog iets speciaals gebeurt als je bijvoorbeeld 2000 mensen redt. Kijk, we kopen weer een nieuw pakje voor KK Slidertje. Daarmee gaat hij weer 3 puntjes omhoog. En ik koop even een nieuw pakje voor Red. Dat heeft hij zo langzamerhand ook wel verdiend. Oh, ik kan nu een Lotus winnen, maar het is echt een heel klein geel vlakje. Dus ik ga dit niet langer doen. Oké, dus we gaan op pad en even kijken wie een goede mattie was van Red. Toad was wel een goede mattie van Red. Ah, dit is een lekker aanvallend teampie, hoor. Maar volgens mij had ik iedereen... toch verder matties met elkaar laten worden. Verder dan level 12. Nou ja, maakt niet uit. We gaan volop de aanval met Toad en Red. En dan maar hopen dat KK Slider alles overleeft. Toad en Red gaan in de hyper. KK krijgt het schildje. En dan moeten we het op gaan nemen tegen retro consoles en een 3-koppige hond. Ja, ik zie voor de rest helemaal niks trouwens. Want die consoles die zijn veel te groot. Ja, en die hebben wel een behoorlijk wat HP volgens mij. Ik ga in ieder geval even een orkaan eruit gooien. Dan slopen we een van die retro consoles. Dat is lekker. Oh, Red is aan het slapen. Die heeft een nachtmerrie volgens mij. Dus die gooien we even in de beschermplaats. Oh, en we krijgen ijs op onze bakken. Toad die krijgt ook behoorlijk klappen, moet ik zeggen. Toad is inmiddels weer beter. Ik bedoel, Red is inmiddels weer beter. En Toad heeft wat HP'tjes nodig. Toad heeft niet zoveel HP. 87 HP, dat is echt niet zo heel veel. Ik ga ze even een orkaan gooien. Atseflats, de hond is weg. Nu alleen de retro-console nog. En dat mag KK Slider gaan doen. Dat lukt hem net niet, maar... Oh, Red die gaat er vandoor. Oh, en Toad die gaat lekker even chillen. Dat snap ik nou nooit, hè. Dan is die bijna dood. Als ze nou allemaal gewoon een klapje geven, dan is het klaar met deze console. Maar dan gaan ze lopen treuzelen. Wel lekker veel punten. Zeg 3900 punten erbij. Nu moeten we zelfs tegen 3 van die consoles. Oké, dat is best wel veel. 3 consoles en 1 splinternieuwe robot. Let's go. Let's do this. Toad die krijgt klappen. Toad krijgt heel veel klappen. Toad is bijna kapot. Het wordt tijd voor een orkaan, denk ik, jongens.
Oh, of niet. We kunnen natuurlijk ook even gaan snuiven gewoon met mijn grote maat Epona. Kijk, KK mag dan ook met zijn grote maat Epona. Die begint ook te snuiven. De eerste console is weg. We helpen met z'n allen Red. Bap, bap, bap. Dat is ook top. Nu Toad nog een keer. Ah, oké, de tweede console is ook weg. Oh nee, ze gaan voor Red. Niet allemaal Red kapot maken. Tijd voor een orkaan. Yes, lekker man. Die orkaanaanval, die is wel echt super nice. We kregen nu zelfs bijna 5000 XP. Oh nee, we moeten nog een gevecht. Ik dacht dat het al klaar was. Oh, gelukkig maar tegen één robot en één console nu. Toad gaat in de hyper. Het laatste schildje voor KK Slider. En dan moeten we het nu gewoon gaan fixen. Met eigenlijk alles wat we nu nog hebben. Want we hebben geen schildstrooisels meer. We hebben geen hyperstrooisels meer. En dan hoop ik maar dat dit het laatste gevecht is. Tijd voor de orkaan. De robot moet in ieder geval even kapot. Zo, die is weg. KK, kan jij even die console een behoorlijke klap geven? Lekker gedaan, Red. Oké, lekker. Toad maakt het af. Nou ben ik heel benieuwd of ik nu nog een gevecht moet doen. Ik hoop het niet, jongens. Ik hoop dat dit het was. Nee, ik moet er nog één. Oké, nu moet ik denk ik veel gaan healen. Eens even kijken hoe het ervoor staat, hoor. Ik geef mezelf lekker wat MP-strooisel. En die geef ik ook aan de rest. Ik maak mijn HP-strooisel maar even op, zodat we in het begin even lekker kunnen aanvallen. Oké, let's go. We moeten ze pakken, jongens. Bap. Lekker Toad. Oké, KK gaat er bijna aan. Maar ik ga toch aanvallen. Ik ga toch gewoon de orkaan gooien, jongens. KK leeft nog. Toad moet in de schuilplek. En dan moet ik hierna denk ik wel even gaan healen. Oh nee, want we gaan weer bananen eten. We gaan lekker weer bananen eten met z'n allen. Ik kan er natuurlijk ook gewoon Red even in de schuilplek doen, zodat hij gaat healen. Toad is weer terug. Want dan kan ik zelf gewoon lekker blijven aanvallen. Misschien is dat ook wel een goede strategie. Bap! Kijk, nice. Nu alleen die hond nog. Oké. Ja, overleef het, jongen. Overleef het. Ah, nee, nu ga ik slapen. Oké, ik blijf nog even slapen, denk ik. Want nu is Red inderdaad weer vol leven. Dan kan ik nu zelf in de schuilplek. En dan gaat denk ik wel KK Slider bijna dood. Nee, KK Slider is weer vol. Hè? Doet hij een aanval? Deed hij dat met Epona of zo? Hé, jongen. Doe eens rustig aan. Ga jij maar even in de schuilplek, KK. We hebben nu toch niet zo heel veel aan je. Oh, kijk, hij is al weer vol. Hè? Dat gaat echt super snel bij KK Slider. Nu Toad in de schuilplek. Kijk, Toad is ook alweer vol. En dan ga ik het met een orkaantje even afmaken, hoor. Uts, flats. Lekker. Oké, beter moeten we nu niet nog een battle. Als we nu nog een battle moeten. Nou ja, misschien lukt het dan wel. Met die schuilplek gaat het best goed. Ik heb nog wat MP-strooisel over. Nee, ik moet inderdaad nog een battle. Oké, ik ga mezelf MP-strooisel geven. En wat HP-strooisel nog aan Red. Ja, dan moeten we gewoon keihard gaan aanvallen met z'n allen. Dat is het enige wat erop zit. Let's go. Pak ze. Toad die steelt even een hotdog. Dit is niet de beste timing om nu geen aanval te gaan doen, Toad. Ik vind het best wel spannend eigenlijk. Red en ik gaan samen een leveltje omhoog. Naar level 21 al. Ik hoef niemand te healen. Dat is chill. Dus ik kan keihard gewoon voor de orkaan gaan. Niemand is helaas dood. Red leeft nog. Ik bedoel, KK Slider leeft nog. Die gaat wel even naar de schuilplek. Hopelijk is die dan snel weer vol. Oh man, die hond, jongen. Die gaat helemaal los. KK Slider kan weer terug. En dan mag Toad even in de schuilplek. En dan hopen we... Ja, kijk, die is ook alweer vol. Ik snap niet waarom dat soms zo snel gaat. Niet dat ik het erg vind of zo. Ik vind het eigenlijk best wel chill. Dan hoef ik niet te healen. Dan kan ik gewoon lekker blijven aanvallen met mijn keiharde orkaan. Oh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er allemaal? Ah! Oh nee, ik slaap. Ik slaap. Ik moet wakker worden. Laat me wakker worden. Ik moet mijn team gaan healen. Oké, ik ben vol. Ja, ik ben er weer klaar voor. Nou, het valt trouwens wel mee met mijn team. Mijn team gaat wel lekker. KK Slider heeft trouwens al 131 HP. Dat is echt wel veel. Oh, KK, niet kapot gaan. Niet kapot gaan. Ik ga maar even in de schuilplaats, jongen. Nu is het wel tijd dat ik ga healen. Ah, nee. Red is dood. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ik kan één iemand tot leven wekken. Ik ga denk ik Toad tot leven wekken. Ik heb nog wel wat HP-strooisel voor mezelf over. Oh, man. We moeten nu echt ons best gaan doen. Maak ze kapot, alsjeblieft, Epona. Nee, dit was niet de meest sterke aanval. Ah, die hond die moet echt even weg, want die doet elke keer 3 aanvallen. Wat als ik nou iemand die dood is eigenlijk... op de schuilplaats doen. Gaat hij dan weer leven? Nee, dat lukt niet. Ik kan hem misschien wel reviven, dat wel. Oh nee, blijf leven. Oh man. Oké, wat ga ik doen? Toad gaat in ieder geval aanvallen met Epona. Lekker. Even kijken of ik hem kan finishen. Ja, ik kan hem finishen. Het is klaar met die hond. Woe.
Ik deed helemaal niet zoveel damage. Ik dacht er iets te makkelijk over. Beter mag ik nu naar de herberg. Dit zijn wel pittige battletjes, man. Ja, eindelijk. De herberg. Oh nee, wie is er nou weer ziek? Het is Guigi. Kan weer een nieuw pakje kopen. Lekker. KK Slider wordt langzaamaan beter. Prachtig ouderwets Engels pakje lijkt het wel. En ik zal ook wel even een nieuwe pan kopen voor Steve. Ja, dat is een mooi pannetje, Steve. Kijk of we de tijgervleermuis kunnen fixen. Helaas. We gaan het nog een keer proberen. Weer niet. Kappen met die HP-bananen. Ik wil geen HP-bananen meer. Ik wil een vleermuis. Ja, kom op, kom op. Lekker. Nice. Ja, mooi tijgervleermuisie. Natuurlijk voor KK Slidertje. Kijk, en dit begint erop te lijken. 80 aanval, 110 op magie. Ik heb pixelvoer. Ik ben benieuwd of KK Slider dat lekker vindt. Ja, hou je daar wel van? Hier, neem meer. Neem meer. Ik heb hier ook nog lekkerder pixelvoer. Vind je dat ook lekker? Die vind je dan weer niet lekker. Nou, dat is dan weer jammer. Pittige hotdog voor Zucker. Oh, dat was ook geen succes. Nou, laat maar. Nou gaan we op pad en ik denk dat ik naar de laatste gebied moet hier zo. Ik denk dat ik even mijn team ga veranderen. Ik denk dat ik KK Slider heel even thuis laat. Wat was ook weer het beste Rikachu team? Ja, Mario was daarbij. Ja, Red was daarbij. En Steve. Ja, dit was mijn ultieme teampie. Dus even kijken of we het met het ultieme teampie kunnen fixen. Want volgens mij... Is dit dan de laatste trede die we hier moeten nemen? Of misschien krijgen we hierna nog wel een baas. Dat zou ook kunnen. Oh, wacht wel. Nee, nee. Ik denk dat dit het is inderdaad. Wat krijgen we hier? Ah! Oh, man. Oh, deze ziet er intens uit. Wow. Dit is de Maxotaurus, maar een soort van duistere schaduwversie of zo. Oké, Red en ik. Wij gaan eventjes in hypermodus. Dus even kijken wat hier gaat gebeuren, jongens. Ik gebruik nog geen schildjes. Die bewaar ik voor later. Mario gaat ook lekker aanvallen. Mario ontwijkt. Heerlijk bezig, Mario. Ja, kijk. En als hij ons dan allemaal aanvalt, dan doet dat best wel veel pijn, hoor. Oké, Steve gaat een nieuwe vaardigheid doen. Die heeft een feestmaaltijd. Gaat hij voor ons allemaal koken? Kijk nou, dit is super chill. Hij kookt gewoon voor ons allemaal. En dan zijn we allemaal weer vol. Oh, dit is heerlijk, man. Lekker gedaan, Steve. Top aanvalsje wel. Of nou ja, het is meer een verdedigende actie natuurlijk. Ga je dat nog een keer doen voor ons, Steve? Dat zou echt top zijn. Ja, hij gaat het denk ik nog een keer doen. Ah, lekker man. Lekker, Steve. Lekker, onze kok die doet het goed. Die heeft natuurlijk wel wat MP-strooisel nodig nu. Dus dat geef ik hem met alle liefde. We gaan eens kijken of we deze Minotaurus kunnen verslaan, jongen. Wat een epische vijand is dit. Vet. Pak hem aan, Mario. Kijk, deze aanval doet wel veel pijn, hoor. Kijk, ik kan natuurlijk ook healen, hè. Kijk, met Mega Bloombed, dan kan ik best wel veel van mijn makkers healen. Zijn nieuwe vaardigheid heb ik blijkbaar ook nog niet gedaan. En het bloeit op. En ja, kijk, iedereen is weer bijna vol. Toppie. Dan kan Steve nu lekker aangevallen. Mario gaat hem helpen. Red gaat ook aanvallen. Nice. Het is wel lekker hoor, dat we zoveel kunnen healen. Ik bedoel, Steve en ik kunnen allebei healen. Dat is echt top. Dus even kijken hoe het met de tegenstander gaat. Ja, we hebben hem voor 1/3 down. Dus we moeten wel op blijven letten. Ik ga even op het paard aanval doen. En dan hopen dat Steve ons weer lekker gaat healen. Oh nee, Steve gaat ook aanvallen. Nee, Steve gaat healen. Oké. Ik dacht even dat hij ging aanvallen. Maar hij ging toch healen. We zijn allemaal weer vol. Dus ja, heerlijk. Echt lekker teampie dit. We hebben zo geen strooisel nodig, man, als we op deze manier bezig blijven. Ik kan natuurlijk wel gewoon een strooisel geven tussendoor. Terwijl Mario en Red nog betere matties worden en waarschuwen 2 leren. Nice. Het MP-strooisel is eventjes voor Steve. En wel ja, Red mag ook wat MP-strooisel. Ik heb nog steeds geen schildjes gebruikt. Die ga ik een beetje op het laatst gebruiken als het bijvoorbeeld niet zo goed meer zou gaan. Maar wat ik ook kan doen is een mattie woest maken. Bijvoorbeeld Red. Ik kan hem heel boos maken en dan wordt hij sterker. Dus ik ga dat eens even proberen. Kijk hoe boos die is. Kijk hoe boos die is. Pats. Lekker gedaan, Steve. Daar gaat hij. Nou, het valt eigenlijk wel mee. Het viel eigenlijk wel mee. Ik denk dat ik voortaan maar gewoon zelf ga aanvallen. Ik ga even wat strooisel geven aan mezelf en aan Mario. Omdat we maar 2 damage hadden, dacht ik van... Nou, dan ga ik niet Steve zijn beurt mee opofferen dat hij ons gaat healen. Dus ik ga even een orkaan gooien. En dan is die ongeveer voor de helft kapot, denk ik. Kijk, oh, lekker. Ik word ook flink geholpen. We helpen Steve ook met z'n allen. Met z'n allen, jongen. Kijk, pap, 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 pap. Heerlijk. Ja, dit begint wel lekker. Dit gaat wel goed, hoor. Kijk, we helpen Mario ook met z'n allen.
hotseflats. Steve krijgt een behoorlijke klap. Mario krijgt een klap. Het is nu gewoon tijd voor strooisel te gooien, denk ik. Ik hoop tenminste dat ik hierna niet nog een vijand krijg. Als ik hierna nog een vijand krijg, dan ben ik heel benieuwd hoe dat gaat. Maar oké, we hebben alle schilden ook nog. Dus dat gaat top. Hij heeft nog 1/3 HP. Nu nog minder natuurlijk, want we geven een flinke tikken. Let's go, Red. Nice. Ik denk dat hij echt bijna down is. Ik denk dat het nog 1 beurt duurt en dat hij dan gewoon kapot is. Nog even iedereen healen voor de zekerheid. Gewoon met strooiseltjes. En dan gaan we. Orkaantje op zijn bakkes. Lekker. Steve, pak hem aan, jongen. Ik help je. Pap, pap. Red gaat nog een aanval gooien. En wat gaat Mario doen? En ja, Mario sloopt hem. Lekker, man. Dit was een flinke battle, maar wel een superleuke battle. Dit zijn wel een beetje de moeilijkste battles tot nu toe in de game. Red gaat een level omhoog. We krijgen een beefburger. En zijn we dan... Ja, dan zijn we gelukkig bij de herberg. We krijgen een medaille dat we de machtige Maxotaurus en Zone 1 van Nieuw Neonië hebben verslagen. Ja, top. Krijgen we daar nog iets extra's voor of zo? Ja, dit ging wel lekker, jongens. Dus nu hebben we de eerste gefixt. Er komt niet echt iets bij te staan, maar... Oh man, volgens mij ook Zone 8. Te fixen moet je level 100 zijn of zo. Dit is wel lekker voor de XP trouwens. Ik ben heel benieuwd. Willen jullie dat ik al deze zones ga doen? Hebben jullie tips? Laat het weten in de reacties. Doe een duimpje omhoog als je Nintendo video's gewoon vet vindt. En dan moet je zeker ook abonneren op dit kanaal. En zet dat belletje aan. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Bazzel!